En dit is dan de XG met camera's als spiegels. De extra lange cabine met een superbreed bed. Hij is 80 centimeter over de volle breedte, dus zonder inhammen. En een ja, bijna vlakke vloer. Het is zo'n drempeltje wat er zit. En het voordeel daarvan is, je hebt maar 3 instaptreden. En dat vind ik dus echt een voordeel ten opzichte van de voertuigen met 4 instappen. Verder ja, dezelfde prachtige stuurverstelling. Het bed zit wat lager. Want de koelkast is hetzelfde als in de XF en door die motortunnel zit daar dus het bed iets hoger. Dit bed zit wat lager. Ik vind dat persoonlijk vind ik dit een betere hoogte qua bed. Maar goed, dat zal even wennen zijn denk ik aan de nieuwe XF. En ja, fantastische cabine natuurlijk. Dit hebben we in Europa nog niet eerder gezien. Heel mooi is de draaistoel die niet alleen aan de bijrijderskant maar ook aan de bestuurderskant. En ja, dat is uniek. Dat hebben we nog niet eerder gezien. En ja, zo kun je toch ook met z'n tweeën kun je prima ontbijten bij deze grote uitschuiftafel. En een andere mooie optie van DAF is dit bed, wat elektrisch verstelbaar is. Kijk eens even, 80 centimeter breed. En je kunt het aan alle kanten verstellen. Je kunt jezelf volledig opvouwen tot de meest relaxte houding. Om nog eens even een boek te lezen of een filmpje te kijken. Hier het opbergvak van de XG Plus, dat is net zo groot als van de XG, van de lange cabine. Ja, dat is een enorm vak. En keurig met een lampje. Maar niet alleen het vak was altijd al groot bij DAF, alleen was de doorgang naar dat vak een beetje klein. Nou, dat is keurig opgelost. Keurige houders voor bijvoorbeeld die brandblussers. Mooie grote klep die omhoog zwenkt. Keurig voor elkaar. Bijzonders aan deze wielkasten. Normaal zou je zeggen, het spatbord loopt hier door, maar DAF heeft heel goed gekeken naar de DTM raceauto's. En op deze manier kan de lucht beter uit die wielkast vandaan naar achteren toe. Dus het is een beetje gek, er ontbreekt een stukje. Maar ja, het ziet er wel racy uit en dat schijnt echt heel veel te schelen weer in luchtweerstand. Daar is het allemaal begonnen. Ja, en dit is dan de XG Plus. En ja, wat ik zeg, een vlakke vloer, nou ja, zo'n drempeltje, maar... Ik ben 1,90 meter. Nou, ik bedoel, als dit niet genoeg ruimte is, dan weet ik het niet. Bed 90 centimeter het één stuk, elektrisch verstelbaar. Een riant bovenbed, waarvan ik nog niet heb ontdekt hoe het precies werkt. Wel weer met, ja kijk eens, daar komt hij al.
met een keurig trapje zoals we dat gewend zijn vandaag. Dus je hoeft niet op je dashboard te klimmen. Maar je kunt gewoon netjes met je blote voetjes over mooie grote treders ook naar het bovenbed klimmen. Bovenbed ook heel veel ruimte. Ook boven keurig een leeslampje. En ja, moet ik zeggen, is af. Ja, DAF stond er altijd al onbekend natuurlijk. De Super Space Cab was altijd een gigantische cabine. Nou, deze is echt enorm veel groter. Wat bleef is hele grote opwegvakken. En ja, keurig degelijk hangen, sluitwerk, lampje erin. Beklede bodem tegen zo'n beetje afgeslip. Mooie houtinleg. Ziet er allemaal heel erg goed en verzorgd uit in de nieuwe generatie van DAF. En ik ben heel benieuwd naar de eerste vergelijkingstesten. En dan met name de cabinetesten.